Nederlands kampioenschap. Ja. Want dat heb je niet één keer gewonnen. Deze. En dan... Wat goed dat je kijkt naar de 8e aflevering van Ik heb een hobby. We gaan zo meteen naar Lindsay. Ze is 14 jaar en al 3 keer Nederlands kampioen in het kunstschaatsen. Maar ook in deze aflevering komen er weer letters voorbij. Je ziet er al eentje voorbij komen. En als je daar nou een mooi woord van maakt, zet het dan hieronder in de reacties. En wie weet, maak jij kans op een hele toffe prijs. We gaan naar Lindsay toe. Hey. Hallo. Jij bent? Ik ben Lindsay. Nou, dan ben ik helemaal goed. Ik ben Jeffrey. Ik heb gehoord, ik kom even binnen, vind je het goed? Ja. Ik heb gehoord dat jij kunstschaatsen doet, maar dat is eigenlijk begonnen met de Efteling. Want daar had je iets leuks gezien met kunstschaatsen, toen dacht je, dat wil ik ook. Ja. En sindsdien is het niet meer gestopt. Nee. Zullen we daar op je kamer wat meer over gaan vertellen? Ja. Daar kunnen we zoveel over vertellen, volgens mij. Ja. Gaan we dat doen. Lopen we even naar boven, ja? Ja. Goed, Lindsay, we zijn hier in je kamer. Ja. Ik zie wel prachtige kunstwerken staan. Ja. Ze liggen hier heel mooi. Wat heb je daar voor moois? Dat is een tekening die ik op school heb gemaakt bij de tekenles. Want dat doe ik graag na het schaatsen. Dus dan, als ik vrije tijd heb, dan ga ik een beetje knutselen en dingen proberen te maken. Ja, heel creatief. Prachtig gemaakt. Dankjewel. En dat heb je ook helemaal zelf gemaakt? Ja. Ja, dat heb ik ook zelf gemaakt, ja. Dat is het echte knutselen. Ja, dat vind ik wel leuk om te doen, ja. Ja, wat maakt de knutselen zo leuk? Je kan je creativiteit erin stoppen. En soms als je iets nodig hebt, dan kan je het zelf maken en dan kan je het gebruiken. En dat vind ik wel leuk om te doen. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ideaal. Dan kan je al je belangrijke spulletjes in doen of je kleurpotloden, dat soort dingen allemaal daarin stoppen. Dus dan is het praktisch, ben je ook gelijk bezig natuurlijk. Ja. Ja. En nou zie ik daar iets. Dat ziet er ook wel heel gaaf uit, hè? Ja, dat is een zelfgemaakt huisje of kasteel. En dan zitten er zonnepanelen op. En dan als die in de zon gaat, dan gaat deze draaien. Zo. Die heb ik op school gemaakt. Heel systeem ook nog eens aan vast. Ja. Gaaf, hoor. Ja. Ja. En heb je dan nog verder iets wat je leuk vindt naast het knutselen of tekenen? Ja, dat is eigenlijk hetgene voor de vrije tijd die ik heb. Is dat wel hetgeen wat me het meeste bezighoudt? Na het schaatsen. Na het schaatsen, ja. Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd na het schaatsen. Want moet ik dan leren voor toetsen en voor school. Ja, je zit ook nog op school. Hè? Ja. Ja, dat is ook gewoonlijk. Dus dan kan ik me voorstellen dat er te weinig tijd overblijft. Ja. Dan vind ik het heel leuk eigenlijk dat je zo creatief dan nog daarmee bezig bent. Want de meeste jongeren die zitten spelletjes doen op zo'n scherm. Of je zit op de telefoon. Maar jij bent echt creatief bezig. Ja, ik vind het wel leuk om te doen, ja. Ja, nou, leuk. Maar nou zijn we niet voor jouw kunstwerk, want je hebt het al een beetje genoemd inderdaad. We zijn voor het kunstschaatsen. Ja. Want dat is echt iets waar jij zo goed in bent. Dat is mijn hobby, ja. Ja, nou, naast je hobby misschien ook wel echt een hele grote passie natuurlijk. Ja. Want dat staat eigenlijk op één. Ja, dat staat op één. Ja. Dat doe ik heel graag. Ja. En daar ben je ook heel goed in. Ja. Want we staan nu schuin achter of voor je prijzenkast. Ja. Dat is vol. Ja, dat is vol. Dat is vol, hè? Ik heb eigenlijk niet meer zoveel plek, nee. Nee. Zullen we eens even naartoe lopen? Ja. Nou, ik had al gezegd, het staat vol. En dat heb ik niet gelogen. Er staan nog een paar boeken. Maar heel vol. En dan kan ik wel gaan zeggen van, nou, gaan ze allemaal één voor één af me en zeggen wat het is. Maar het is zoveel, daar moeten we niet aan beginnen. Nee. Wat zijn nou bekers die ertussen staan waar je het meest trots op bent? Ik heb 3, het zijn niet bekers, maar wel medailles van het NK. Dus deze en deze. En dan zit er daarachter nog één en daar ben ik wel het meest trots op de Nederlandse kampioenschappen. En verder ben ik op allemaal wel best wel trots. Ja, dat is wel heel goed, hè? Ja. Elke beker die je pakt kan je natuurlijk heel trots op zijn. En zijn er nou bekers ook tussen die een bijzondere laag hebben? Of waar je zegt van, nou, dat had ik eigenlijk niet verwacht dat ik die zou pakken. Of dat zijn
prijzen die eigenlijk wel op mijn verlanglijst hebben gestaan? Niet echt. Oké, nee, dat kan. Ik vond je heel erg ja, want mooi elke beker, dan probeer je weer beter te doen. Of ja, dan hou je weer een betere beker met een betere presentatie. Of... Ja. Ja, het ziet er prachtig uit. En ik denk dat het altijd wel heel erg fijn opstaan is zo. Als je dat allemaal ziet. Ja. He, mag je daar toch trots op zijn. Ja. Het lijkt me ze heel goed om eens even wat verdiepter erop in te gaan. Dat ja. Kunstschaatsen. Want volgens mij is daar best wel veel over te vertellen. Ja, heel ja. Veel. Veel meegemaakt. Ja. Dus dan gaan we maar eens doen. Okay. Ook voor deze aflevering is natuurlijk weer een verplicht woord. En er is weer massaal gestemd op Instagram. Komt in beeld. 56% heeft voor pannenkoek gestemd. Nou, dat is lekker. Maar we gaan niet eten. We gaan het interview doen. Laten we beginnen. Bij Nederlands kampioenschap. Ja. Want dat heb je niet één keer gewonnen. Dat nee. Heb je niet twee keer gewonnen. Maar dat heb je hoe vaak gewonnen? 3 keer. Kijk eens aan. En gewoon ook 3 keer achter elkaar, heb ik begrepen. Ja. Ja, dus niet even zo van doe ik een keertje. Nee. Heel consequent nog een keer. Ja. Hoe voelt dat om dat te winnen? Dat voelt heel goed. En fijn. Ja. Het is wel iets waar je trots op kan zijn. Ja, dat kan je zeker. Als je daar dan mag staan en zo. Ja. En dat is lastig, maar ik mag het bij jou gewoon vragen. Want je hebt meerdere keer het Nederlands kampioenschap gewonnen. Maar welke voelt dan het lekkerste? De eerste keer. Ja, hè? Ja, want dan voelt het van, oh ja. Want dat was ook mijn eerste keer Nederlands kampioenschap in Nederland. Want daarvoor had ik nog geen Nederlands kampioenschappen gedaan. En dat was wel de eerste en dan gelijk Nederlands kampioen en dat is wel leuk. Ja. Dus daar was ik wel trots op. Zeker. Had je dan ook verwacht toen je die deelname deed aan Nederlands kampioenschap? Van, oh, nu ga ik hem pakken, nu liggen nee. De kansen voor mij? Of was het een beetje onverwacht? Ja, het was best wel onverwacht. Want ik had, toen had ik nog helemaal niet door van, oh ja, dit en ja. Van, als ik nou goed mijn best doe, dan word ik gewoon Nederlands kampioen. Daar was ik helemaal niet mee bezig toen. Nee. Maar die andere jaren natuurlijk wel. Maar ja. Toen was ik ook wel een stukje ouder. Want toen ja. Was het nog maar 12, 13. Dus ja, dan is het eigenlijk wel fijn dat je überhaupt mee mag doen, zeg maar. Ja. En dat je... Want je moet je natuurlijk ook eerst plaatsen voordat je mee mag doen. Dus je moet eerst een aantal bepaalde punten halen. Oké. Okay. Dat je mee kan doen. En sommige kinderen halen de punten niet eens, dus die mogen niet meedoen. Ja. Dus het was al wel fijn dat ik de punten had gehaald om mee te mogen doen. En kan je uitleggen hoe zo'n puntentelling dan in zijn werk gaat? Waar haal je die punten dan? Ja, je hebt een kuur, dat is een programma op een muziek. En dan moet je sprongen, pirouetten of een passenserie doen. En dan kan je daar punten mee halen. En elke sprong is evenveel, of ja, anders waard. Bijvoorbeeld ja. Een ene sprong is moeilijker dan de andere. En dan krijg je daar meer punten voor. Ja. En met pirouetten ook. Dan kan je ook aantal levels halen. Bijvoorbeeld level 1, level 2, level 3 of level 4. En elke level die je hoger haalt, brengt meer punten op. Een soort moeilijkheidsgraad en hoe ja. Moeilijk het voor jezelf maakt, hoe meer punten inderdaad. Ja. En dan moet het nog wel lukken, want als het niet lukt, dan krijg je die punten niet. Nee, en misschien ook als een strafpunt, of werkt dat dan zo niet? Ja, dan krijg je minpunten. Ja, ja. Dan gaan er ook nog punten vanaf en dat is best wel zonde. Ja, zeker. Ja. En daar komen we straks nog wel even op terug, maar ik ben wel benieuwd. Je hebt aangegeven, ja, voor het Nederlands kampioenschap moet je bepaalde punten halen om nu maar mee te mogen mm-hmm. doen. Maar op welke momenten kan je die punten dan krijgen? Want dat is niet bij een training. Nee, bij een wedstrijd. Dan moet je 1 voor 1 allemaal op het ijs. Om de beurt. En dan moet je laten zien van ja, dit is wat ik kan. En dit wil ik aan jullie laten zien. En dan gaan hun beoordelen. En dan als je klaar bent, krijg je punten te horen. En dan... Maar je hebt ook 2 kuren. Dus dan moet je... Dan heb je een korte kuur en een lange kuur. En dan bij de korte kuur kan je punten halen. En bij de lange kuur... En dat wordt bij elkaar opgeteld. En als je die punten haalt voor een NK, dan mag je meedoen. Ah, oké. Okay. Dus het is een soort van kwalificatiewedstrijd ja. Om inderdaad die punten te krijgen. En dan door te mogen naar het Nederlands kampioenschap. Ja. Oké. Okay. En nou gaf je zelf al inderdaad aan dat je een bepaalde moeilijkheidsgraad hebt. Je bepaalde levels die je dan hebt om inderdaad die punten voor elkaar te krijgen. Bepaal je zelf hoe zo'n kuur dan in elkaar zit of... Bespreek je dat vooraf met je coach? Ja, mijn coach maakt mijn kuur. En die zegt, ja, die maakt gewoon bewegingen en sprongen en pirouetten. Die zegt ze van, ja, die moet je doen.
En dan, ja, dan ga je daarop trainen en dan dat voer je uit op een wedstrijd. Ja, in zo'n kuur, dan gaf je natuurlijk zelf aan dat met punten te maken had en zo. Dan wil je eigenlijk natuurlijk zoveel mogelijk punten zien te halen in zo'n kuur. Maar ja, je wilt het ook niet te moeilijk voor jezelf maken. Waar zit dan zo'n punt dat je denkt, oké, hoe ver gaan we dan? Is dat dan iets wat je denkt, nou, we pakken hetgene wat we in de training ook hebben gehad? Of zeg je nou, we proberen een tikje hoger te gaan en dan nemen we het risico, zeg maar, dat het mis zou kunnen gaan? Of speel je eigenlijk altijd op safe? Nee, ik probeer wel soms op risico's. Want als je, ja, als je het oefent in wedstrijden, leer je het ook steeds beter. Ja. Dus dan, ja. Maar als we iets beslissen, dan beslissen we het wel van tevoren. Niet zo 1 minuut voordat ik op moet voor een wedstrijd. Maar echt dat ik gewoon in de training wel heb geoefend hoe het moet, zeg maar. Ja. Dus. En soms loopt daar risico's aan vast en kan het misgaan. Dus ja. En dan zijn het wel puntenverliezers. Maar ja, dan heb je het wel een keer het gevoel gehad van ja, dit heb ik ook in de wedstrijd gedaan. Ja. Ja, en als het dan lukt, dan ben je extra trots natuurlijk dat het dan goed is uitgepakt. Ja, dat is wel fijn, ja. En je gaf net dat je gecoacht wordt door iemand? Ja. Heb je 1 coach of heb je 2? Of hoe werkt dat in de kunstschaatsen? Ik heb zeg maar 1 coach en die traint mij op sprongen en pirouetten. En dan heb ik nog een andere coach, dat is de zus van mijn coach. En die doet ook ballet en die helpt mij ook met het mooi maken van de kuur, zeg maar. Oké, okay, dus dat is een beetje de choreografie zeg maar, van de kunstschaatsen. Ja, en dan krijg ik ook nog stages. En dan krijg ik ook les van buitenlandse coaches. Oké, okay, dat is wel jammer. Want ga straks naar je training toe. Ja. Dan krijg je voor mij les van buitenlandse personen. Die, maar dat is een speciale stichting? Of het is iets speciaals waar we naartoe gaan in Den Haag? Ja, het is de Stichting Kunstrijden Nederland. Daar zit ik in een team waarbij ik gesponsord word. Door zo'n Hanepel en Saukje Dijkstra en andere sponsors. En dan krijgen we zeg maar 4 keer per jaar een gratis stage. Zo. Dus dan probeert John ons te helpen met het beter worden en het beter kunnen maken van ons. Ja. Voor Team Nederland. En dan noem je natuurlijk wel iemand zo even, hè? Die dat dan... Ja. Ja. Want kan je uitleggen aan de kijkers die het nog niet weten wie dat precies is? John Hanepel en Saukje Dijkstra waren de eerste Nederlandse Olympische spelers en die hadden gewonnen. Dus dat is wel goed. En daar krijg jij gewoon coaching van? Ja. Ja. En wat doen zij nog meer? Wat betekenen ze eigenlijk nog meer voor jou in het kunstschaatsen? Ze ondersteunen je wel heel erg. Ja. Dus als je ergens een probleem mee zit, dan zeggen ze van ja, we helpen je. En dat is heel fijn dat er iemand onder je staat die zegt als er iets niet goed is van we steunen je en dat is wel fijn. Ja, dat is heel en nou ben je 14 jaar en ik heb me laten vertellen dat eigenlijk dat een ideale leeftijd is zeg maar om al zo'n hoog niveau te staan, want je moet vroeg beginnen. Ja. Want als je 16 bent dan is het eigenlijk al, zit je een beetje op het einde, dat klinkt zo zwaar, maar kan je vertellen hoe dat dan precies zit? Ja, want hoe jonger je begint, hoe sneller je je sprongen leert en dan hoe beter je kan schaatsen in de top. Ja. Want als je, net als mij, op mijn 14e nu begint, dan moet je nog alles leren. En eerder dat je dan alles kan, ben je ook alweer tegen de 18 en dan stop je alweer bijna. Ja. Dus dat is wel zonde. Want wat is de leeftijd of je van kunstschaatsen dat ze ermee stoppen? Of is dat niet echt een leeftijd aan verbonden? Het is niet echt een leeftijd aan verbonden, maar ze beginnen wel vroeg. Met de 5, 6 jaar wel. Oh. Zo, jeetje. Ja, ik ben op mijn 7e pas begonnen. 7? Ja, dus dat is nog niet zo heel vroeg en ook niet zo heel laat. Nou, dat is toch wel behoorlijk lang natuurlijk dan. Ja, en al 7 jaar doe ik het. Ja, dat is echt al heel lang natuurlijk dan. En dan heb je tussendoor al even 3 keer Nederlands kampioen binnengepakt. Dus dat op zich... Ja. Ja. Wat maakt het kunstschaatsen nou zo leuk? Waarom ga je niet... Hockey, waarom ga je niet iets anders doen? Waarom kunstschaatsen? Omdat ik kan mijn passie daar heel goed in leggen. En ja, ik vind het leuk om steeds meer bij te leren met springen en met pirouetten. En steeds meer aan mensen laten zien van kijk, ik kan. Ja. Het is leuk om te doen. Dus. Het is echt een, voor jouw geval een solo sport. Ja. Kunstschaatsen kun je ook in duo vorm doen. Je doet echt solo.
Ja. Dus alle prestaties die je levert als het ware, of alle dingen die je leert, dat heb je ook zelf echt helemaal gedaan. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat dat best wel een prettig gevoel is als je dan s'avonds gaat slapen. Als je weer denkt, ik heb weer echt wat bijgeleerd of ik heb echt weer hele mooie dingen uitgehaald. Ja. Want je maakt soms sprongen en dingen. Dan denk je, zo, je zou maar eens een keer vallen of zo. Maar ben je dan nooit bang dat je denkt, oh, ik durf eigenlijk die sprong niet te maken, want stel dat ik val? Ja, dat heb ik wel eens gehad. Maar eigenlijk moet je dat niet denken. Je moet altijd denken dat je het kan en dat het je gaat lukken. Ja. Want dan heb je een betere instelling en dan lukt het ook beter. Ja, ja, dat vind ik helemaal mooi. Ja. En trainen doe je heel veel. Ja, elke dag. Elke dag? Ja. En dan hebben we het niet zomaar over elke dag even een paar keer in de week. Maar echt elke dag noem je gewoon 7 dagen in de week. Dus. Ja. Jeetje. En hoeveel uur is dat dan per training? Of dat hangt het af van de dag? Nou, elke dag is het wel. Sowieso maandag tot en met vrijdag hebben we sowieso 2 uur training. En dan nog 1 uur off-ice. Dus buiten schaatsen nog krachttraining. En dan woensdag hebben we sowieso extra training. 3 uur op het ijs en dan nog 2 uur off-ijs naast het schaatsen. Ja. En in het weekend ook nog zoiets. Jeetje. Dat is echt heel veel. Ja. Ja. Sta je soms wel eens bij stil hoeveel tijd dat dan eigenlijk is? Nee. Want je maakt dan... Je hebt dan niet zo dat je kan zeggen ik ga met vrienden afspreken of iets dergelijks. Dat kan natuurlijk wel, maar... Ja, het kan wel, maar dan... Kan ik niet gaan sporten en sport is juist wat ik leuk vind en wat ik wil doen. Ja. Mis je dat niet? Het stukje contacten met de anderen of het stukje meer kunnen spelen of net wat je zei, meer het knutselen? Het meer met vriendinnen omgaan soms. Ja. Maar ik zit er niet zoveel mee. Nee, het is wel ook... leuk om te gaan sporten. Dat is ook het allerbelangrijkste natuurlijk. Het is toch zo'n passie voor jou. Ja. Dus, en daar haal je zoveel liefde uit, om het zo maar te zeggen. Dat natuurlijk het mooiste is dat dan straks je prijzenkast alleen maar volle komt en dat straks nu nog eentje bij moet komen. Ja. Dat doe je natuurlijk allemaal voor. Dat snap ik heel goed, dat je daar alles voor geeft eigenlijk. Maar nou zijn die trainingen zijn niet thuis. Nee. Dus waar doe je dat vooral, die trainingen? Op de ijsbaan. Ja. Ik train in België. Oké. Okay. En ook in Nederland, maar daar train ik nooit zo vaak. Ik train meer in België. Okay. Maar omdat ik Nederlands nationaliteit heb, kan ik niet voor België uitkomen, maar moet ik voor Nederland uitkomen. Ja. Maar ik train in België en dan doe ik wedstrijden in Nederland. Maar ook in het buitenland en in België, maar ik kom wel voor Nederland uit. Ja, oké. Okay. Ja. België veel trainen en dan heb je de wedstrijden zijn best wel divers in de landen. Want waar ben je laatst nog geweest? In Luxemburg. Ja. En in Oberstdorf en Budapest ben ik al geweest, Praag. Jeetje zeg. Best wel ver. Vaak Dat zijn er echt nog wel eens landen om naartoe te gaan dan. Maak je dan nog iets mee van het land zelf? Of ben je dan zo bezig met het schaatsen dat je eigenlijk gewoon hotelkamer in, hotelkamer uit gaat. Schaatsbaan in, schaatsbaan uit. Nou, maar als we zo naar een leuk land gaan zoals Budapest of Parijs, dan boekt mijn mama altijd nog een extra dag zodat we nog echt de stad kunnen gaan zien. Na de wedstrijd. Ja, dat kan me voorstellen dat je dan wel leuk is om ook even die stad natuurlijk te zien. Die komt anders nooit. Dus dat opzicht reis je veel. Zie je ook heel veel ijs. Maar is het ook wel leuk om echt zo'n dagje de stad leuk in te gaan en monumenten te bekijken. Ja. Anders moet je ook elke keer op school zeggen, ja, wat heb je gezien? Ja, ijsbaan. Ja. Dat is ook zo wat, hè. Ja. Ja. Nou, het is echt, je hebt al zoveel verteld. En trainen doe je natuurlijk echt, het is fantastisch. Zijn er nou nog dingen tijdens zo'n training of tijdens zo'n kuur, wat ik daar eigenlijk moet zeggen, die zeggen van, nou, vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk of dat vind ik niet zo prettig om te doen? Of, nee, want als ik het niet prettig vind, dan overleg ik gewoon met mijn coach van, ja, dit vind ik niet fijn en dan doen we er iets anders voor in de plaats. Ja. Ja. Het is niet zo dat hij zegt van ja, pannenkoek, doe er wat aan, we gaan het wel gewoon doen. Hij denkt wel mee. Ja. En laat je niet zo van, nou oké, als jij het niet wil, dan we gaan het wel gewoon doen. Die techniek, of dat moet wel beheerst worden. Maar. Ja. Dus je kijkt echt heel goed samen, oké, wat kan je aan, wat vind je leuk om in zo'n kuur te doen? Want
Je moet natuurlijk ook passie kunnen uitstralen aan de mensen. Ja. En ik kan me voorstellen, als jij iets, een sprong moet gaan maken of een draai moet gaan maken of zo, die je nou niet bevalt of die je niet prettig vindt om te doen, dat je dan zoiets hebt van ja, dan kan het niet echt de passie uitstralen. Nee. Maar dat is nooit zo vaak. Nee. Wordt altijd opgelost en sta altijd goed bij wedstrijden. Ja. Ik zit niet ergens mee van ja, dit vind ik niet fijn om te doen. Nee. Ja, dat vind ik goed. Ja. Dat is zo'n dans die. Mag ik het een dans noemen of hoe noem je het zelf? Noem je het een kuur. Een kuur, hè? Ja, een kuur. Zo'n kuur die zit dan helemaal in elkaar zoals jij het wil. Ja. Zit er een wisseling in kuren? Dat je op de ene kampioenschap een andere kuur doet dan een andere kampioenschap? Ja, ik heb 2 kuren. En de ene is dan op dat liedje en de andere is op een ander liedje. En dan doe ik daar 1 jaar of 2 mee. Of 1 jaar. En dan wissel je weer van de kuur. Ja. Met steeds betere elementen te doen, zodat je steeds meer punten kan halen. Is er nog iets waar je naartoe wil werken voor een bepaalde kuur? Dat je zegt, als ik die sprong voor elkaar krijg, of die techniek? Ja, de moeilijkste sprong natuurlijk. Die zou ik graag willen doen. En wat is dat? De loots. En wat houdt dat precies in, de loot? Dat is de sprong die het meeste punten krijgt. Oké. Okay. Dat is de moeilijkste en daar krijg je veel punten voor. En wat voor soort sprong is dat dan? Is het, Een sprong die je achterwaarts inzet en dan prik je in het ijs en dan spring je omhoog en dan draai je. Zo, dus een soort van dubbele sprong als het ware. Ja, of 3 draaien of 4 draaien. Ja, draai je erin en dan land je op het ijs en dan spring je als het ware weer om weer een draai te kunnen maken. Moet ik het zo zien? Ja. Ja, dus een soort van tussensprongetje. Om weer een draai te kunnen maken. Ja, gewoon een afzet eigenlijk. Oh, zo'n afzet dan. Okay. Dat je de lucht in gaat. Ja, okay. Is het al eens een keer gelukt op de training? Of heb je dat niet gedaan? Ik land hem wel eens, maar niet helemaal op achter. Dus niet dat hij precies 3 draaien is. Ah, oké. Okay. 2 en 3/4. Ja. Dus dan moet ik nog extra kracht zetten om dat laatste kwartje nog bij te krijgen. Ja. Maar dat komt wel goed. Ja. Als ik hard blijf trainen, dan gaat het helemaal goed komen. Ja. Ja. Ik vind het heel gaaf om dat zo allemaal te horen. En je werkt er keihard voor. Ja. Nou, je Nederlands kampioenschap heb je net al genoemd. Dat is ook heel vers nog, hè? Niet zo heel erg lang geleden gewonnen. Dus je bent eigenlijk weer klaar voor een nieuw seizoen. Ja. Ja. Dan ga ik jou straks, helemaal op het einde, ga ik jou de vraag stellen waar je over 5 jaar ziet. Want dat is natuurlijk een beetje waar je naartoe gaat werken natuurlijk. Ja. En op korte termijn zit er een 4e titel aan vast? Ik hoop het. Ja, nou, daar gaan we voor over worden natuurlijk. Hè. Ja, gewoon alles geven en voor werken. Ja. Nou, laten we het sowieso afspreken. Mocht je weer een Nederlands kampioenschap gaan doen, dan ga ik eens kijken of het erbij kan zijn. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe je dat. Want we gaan nu dan naar de training toe. Dat is toch even anders dan daadwerkelijk zo'n kuur die je op een Nederlands kampioenschap doet. Ja. Nou, laten we dat afspreken. Ik vond het heel gezellig. Ik ook. Helemaal goed. Top. We zijn aangekomen in Den Haag. Lindsay is hier al druk aan het schaatsen. Dus we gaan gauw naar binnen.
Lindsay, waar zie je jezelf over 5 jaar? Nou, hopelijk mag ik meedoen aan de Olympische Spelen. En mag ik meedoen aan het WK en het EK senioren. Hopelijk. Kijk, dat zijn grote doelen. Ja. Maar ja, als ik zo zie wat je net allemaal hebt gepresteerd, dan denk ik dat dat wel moet lukken. Hopelijk ben ik over 5 jaar dan nog beter en dan kan ik goed presteren. Ja, nou, ik denk zeker dat dat goed gaat komen. Ik wil je ontzettend bedanken voor deze dag. Ik vond het erg leuk. En dan zien we je eigenlijk over 5 jaar. Zo moeten we het dan eigenlijk zeggen. Hè? En dan kijken of het gelukt is. Maar ik heb er volste vertrouwen. Dat hebben we goed komen. Dank u wel. Wil je nou meer van deze afleveringen zien? Abonneer dan zeker op dit kanaal. En dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering van Ik heb een hobby.